Oké, ik ga beginnen. Welkom op deze digitale voorlichtingsavond. De bijeenkomst duurt van 7:30 tot 8:30. Het thema van vanavond is borderline. En er zijn twee sprekers. Dus een behandelaar en een ervaringsdeskundige die straks verder kennis zullen maken. Deze avond is georganiseerd door Stichting Lumen, Holland Rijnland en Preventie GGZ Rivierduinen, locatie Leiden. De gemeentes in deze regio Holland-Rijnland maken het mogelijk dat wij deze avond kunnen aanbieden. Normaal gesproken doen we dat op locatie, maar door de perikelen rondom het COVID-19-virus gaat dat nu via deze manier een webinar. Aan het eind van deze webinar is er een korte evaluatie. Die staat dan klaar alvast in het programma. En de vraag is of u die in wil vullen. Er zijn een aantal vragen en het is voor ons belangrijk om een beetje inzicht te krijgen of het prettig is om op deze manier een voorlichting te ondergaan, zeg maar. En of er eventueel nog op- of aanmerkingen zijn waar wij ons voordeel mee kunnen doen. Als u op het scherm kijkt, dan ziet u achter uw naam een handje staan. Dus als u tijdens de voorlichting een vraag zou willen stellen, kan dat via dat handje dat je daarop klikt. Maar er zit ook op het scherm. Er zit een chatfunctie. Daarin kan u de vragen stellen en die worden dan doorgespeeld naar of de ervaringsdeskundige of naar de behandelaar. Het ligt er een beetje aan hoeveel vragen er gaan komen, maar we moeten de tijd natuurlijk een beetje blijven bewaken. Hè, maar die mogelijkheid is er in ieder geval. En als mensen de PowerPoint willen ontvangen waar ook alle ingegevens op staan, kan dat door even een mailtje te sturen naar Lumen of naar Preventie. Ik zou zeggen, fijne avond en ik wil het woord geven aan Anousha. Ja, dankjewel. Welkom inderdaad allemaal. Mijn naam is Anousha Soekhan, ik ben psycholoog op de poli volwassenen GGZ Rivierduinen in Leiden. En ik zal vandaag de voorlichtingsavond voor de borderline persoonlijkheidsstoornis verzorgen, samen met een ervaringsdeskundige. Het programma. Ja, het programma voor vandaag is dat ik eerst wat ga uitleggen over de term persoonlijkheidsstoornis. Vervolgens gaan we het hebben over de borderline persoonlijkheidsstoornis. En daar gaan we dan wat dieper op in. Nou, Marion noemde het net al, vragen stellen. Kan inderdaad via de chat en voel je vrij om vragen te stellen, schroom niet. Ik hoor trouwens een alarm afgaan. Dus door. Maar goed, de persoonlijkheidsstoornis wordt gekenmerkt door een langdurig bestaand patroon van je op een bepaalde manier gedragen, voelen en denken. En iemand zelf heeft daar last van en komt daardoor vaak in de problemen terecht. En wat we merken is dat vaak ook een ander, een naaste, daar ook last van heeft. Omdat er vaak natuurlijk in de interactie iets gebeurt. Iemand doet iets en de ander heeft daar last van. De persoonlijkheidsstoornis heeft betrekking op de hele persoon. En wordt dan ook gezien als iets wat bij iemand hoort. Iemand kenmerkt zich vaak ook daaraan en die beschrijft zichzelf ook als, als zo ben ik. Dit is iets van mij. Daarnaast is het aanwezig op meerdere terreinen van het leven. Dus denk aan op werkgebied, privé en privé dus zowel op het sociale vlak, relaties als in families en in gezinnen. En het is aanwezig vanaf de puberteit of de vroege volwassenheid. En wat we zien is dat de persoonlijkheid zich gaat ontwikkelen op een bepaald moment. En als er iets gebeurt, een significant iets waardoor er een knik komt, kan het zijn dat er sprake is van van persoonlijkheidsproblematiek. Ik noemde het net al een beetje een manier van omgaan met. Persoonlijkheidsproblematiek is coping, dus een manier van omgaan met hetgene wat er aan de hand is, de werkelijkheid, problemen of stress. En wat we zien is dat die coping vaak alleen werkt op de korte termijn. Dus denk eraan dat iemand bijvoorbeeld door geen vermijding is gaan schieten, dan kan het op de korte termijn zorgen dat iemand verlicht wordt van angst, dat die angst weggaat, dat eventjes voor opluchting zorgt.
Maar als iemand dat blijft doen, als iemand blijft voor mij, dan zorgt dat natuurlijk voor gevolgen op de lange termijn. Beperkingen die het oplevert en andere lange termijn effecten. En de problematiek is ook vaak gekoppeld aan problemen met het controleren van emoties of impulsen daarvan. En dat wordt dan ook vaak de kern van de behandeling voor persoonlijkheidsproblematiek. Dan wil ik het woord even geven aan de ervaringsdeskundige. Welkom allemaal. Even kijken hoor. Kan iedereen mij horen? Ja? Oké. Ik spreek vandaag als ervaringsdeskundige. Dat doe ik anoniem. Dat doe ik omdat deze opname daarna gedeeld wordt. Ik zal wel een klein stukje achtergrond over mezelf vertellen. Ik ben 27. Ik ben rondom mijn 19e, denk ik, in zorg gekomen bij de GGZ. En daaraan voorafgaand is een vrij lange periode van een best wel ingewikkelde thuissituatie vooraf gegaan. Maar ik heb lange tijd eigenlijk vrij relatief normaal kunnen functioneren. Ik ben op mijn jonge kinderjaren heb ik traumatische ervaringen meegemaakt van mijn misbruik. Maar daar heb ik eigenlijk vrij lang gewoon redelijk goed mee kunnen functioneren. Ik heb mijn VWO afgerond in de tijd die ervoor stond. Maar ik heb daarin wel al een aantal problemen gehad thuis. Ik ging wel naar school. Ik kon goed leren, dus dat was prettig. Alleen ik kon bijvoorbeeld in mijn laatste jaren kon ik geen hele dagen maken. Maar we zagen dat niet zo als probleem thuis eigenlijk. Ik was ook wel wat gevoeliger voor afwijzingen van andere mensen, maar vooralsnog vormde het niet een heel groot probleem. Ik ben een aantal keer naar een psycholoog geweest, maar daarna ging het wel weer. Op mijn 19e, in mijn eerste, denk ik, tweede studiejaar, ben ik vastgelopen. Mijn relatie ging toen uit. Ik woonde samen. Ik deed twee studies. Ik had een baantje. Ik werkte bij een studentenbar. En op een gegeven moment bleek dat toch een beetje te veel. Mijn relatie ging uit. En toen voelde ik me eigenlijk heel leeg. Ik wist eigenlijk niet wat ik nog moest. Eigenlijk wist niet meer hoe ik alleen moest zijn. Ik wist niet wat ik met mijn leven wilde. Ik wist niet wat ik ermee moest. En toen besloot ik op een gegeven moment toch naar een psycholoog te gaan. En die psycholoog constateerde bij mij dat er sprake was van borderline problematiek. Ik heb in die tijd niet over mijn verleden gepraat, maar aan de hand van mijn zelfbeeld, zelfdestructief gedrag. Ik had mezelf ook al wel eerder beschadigd, ook als kind en als puber. Maar dat wist mijn omgeving eigenlijk niet. Ik ben ook gepest. Dus aan de hand daarvan werd eigenlijk gezegd van, nou, we zien wel kenmerken van borderline. In die tijd ben ik eerst bij een psycholoog in behandeling gegaan. Zie je dat door vragen? Nee, kom maar. In die tijd ben ik naar een psycholoog gegaan, maar eigenlijk hielp de behandeling op dat moment niet genoeg. Althans, ik had niet het gevoel dat het genoeg hielp. En ik raakte vrij snel in een periode van 3 maanden eigenlijk dusdanig. Dus dat ik met enige regelmaat werd opgenomen. Ik raakte in de war. Ik kreeg dissociaties. Ik weet niet of voor iedereen duidelijk is dat een dissociatie is, maar ik zal het heel even kort uitleggen. In mijn geval betekende dat ik eigenlijk mijn emoties niet meer goed aankon. En dat ik niet meer wist wat ik deed. Ik was dan momenten soms de tijd kwijt. En in die tijd werd mijn wereld eigenlijk een soort... ik raakte mijn vrienden kwijt omdat ik niet zo... Omdat ik eigenlijk zoveel crisis had, dat het voor mijn vrienden ook heel moeilijk was om aan te zien. Dat ik mijn leven niet leuk vond, dat ik mezelf niet leuk vond. En in die tijd begon eigenlijk mijn leven te veranderen in overleven. Dus wist niet meer hoe ik alleen moest zijn. Ik wist niet meer hoe ik de tijd door moest komen. En ik kon eigenlijk niet meer school, ik kon niet meer studeren. Ik wist eigenlijk niet zo goed meer wat ik moest. En in die tijd zijn we gaan zoeken naar andere behandelingen, meer intensieve behandelingen. Ik heb toen de DGT gevolgd, dialectische gedragstherapie. En daarin kreeg ik vaardigheden om beter met mijn emoties om te gaan. En dat hielp wel in zoverre dat ik wel wat meer wist wat ik moest doen. Maar eigenlijk
durfde ik nog steeds niet alleen te zijn. Ik was ontzettend bang geworden voor eigenlijk mijn eigen dissociaties, mijn eigen angsten, mijn eigen gedachten, mijn zelfbeeld, mijn emoties. En in die tijd begon men ook te zoeken van, nou ja, de DGT werkt niet. Misschien is er sprake van andere problematiek. Er is inderdaad wel gezocht naar allerlei verschillende soorten andere diagnoses. Ik heb verschillende diagnoses gehad, van autisme tot PTSS tot angststoornissen. En uiteindelijk, ik liep eigenlijk vast in mijn therapie. Autisme, daar kon ik me niet zo heel erg in vinden. Ik had last van mijn emoties, van herbeleving. En dat heb ik nieuw onderzoek laten doen. En toen kwam men erachter van, er is sprake van trauma onderliggend. En dat is handig om aan te pakken. In die tijd had ik dusdanig veel, veel last van mijn emoties. Ik wist niet zo goed wat ik moest vragen. Dus ik vroeg vaak hulp op een manier. Nou ja, voor mij op dat moment wel bracht wat ik wilde. Namelijk, als ik in crisis was, dan kreeg ik in de avond hulp als ik dat vroeg. Als ik belde en ik voelde me niet goed en ik vertelde dat, of ik schreeuwde om hulp, dan kreeg ik wel hulp op dat moment. Alleen op de lange termijn hielp het me niet echt verder. Ik raakte eigenlijk steeds meer verstrikt in mijn eigen, in mijn eigen angsten, in mijn eigen dissociaties, in mijn eigen gedrag. En op een gegeven moment bedacht ik van, nou ja, zo kan het eigenlijk niet verder. En dat vonden mijn behandelaren ook. En toen hebben we gekeken naar een klinische therapie. Zoals ik al zei, ik durfde niet alleen thuis te zijn. Dus voor mij was het een uitkomst om een behandeltraject klinisch te kunnen doen. Ik heb een jaar lang klinische behandeling gevolgd met allemaal groepsgenoten. Dus daar was onder andere, psychotherapie was daar onderdeel van, psychomotorentherapie, kunstzinnige therapie, verschillende soorten. Maar het ging vooral over eigen regie nemen en reflecteren op mijn eigen gedrag, maar vooral in combinatie met het gedrag van anderen. En tegelijk kon ik aan mijn trauma's werken. En dat was voor mij ook de combinatie van hulp die ik op dat moment nodig had en die ik eigenlijk al heel lang had geprobeerd te vragen, maar waarvan ik niet zo goed duidelijk kon maken wat ik nodig had. En langzaam maar zeker leerde ik eigenlijk in deze omgeving dat als ik hulp vroeg op een, rustige manier, op een andere manier dan dat ik mezelf had geleerd. Dan kon ik ook hulp krijgen. Dan kreeg ik hulp en dan kon ik uiteindelijk ook leren hoe ik anders met mijn emoties om kan gaan. En stapje bij beetje, stukje bij beetje, leerde ik eigenlijk zo steeds meer regie nemen over mijn leven. Met hele kleine stapjes van naar buiten gaan tot tot weekendjes weggaan. Uiteindelijk heb ik de behandeling iets eerder afgerond dan gepland. En toen ik daar wegging, zei men eigenlijk van, nou ja, goed, we zien niet de kenmerken meer die je zou moeten hebben om een stoornis te hebben. En ik ben altijd wel een beetje van uiterste geweest. En nog steeds, dus ik kwam terug en uiteindelijk ben ik vrijwilligerswerk gaan doen. En binnen een aantal maanden kreeg ik een betaalde baan bij Stichting Lumen. En eigenlijk gaat het nu vrij goed met mij. Ik heb ik heb nog wel af en toe klachten in de zin van angstklachten. De PTSS die eigenlijk onderliggend was aan problemen die ik had, die is goed behandeld. Dus ik heb geen last meer van dissociaties. Ik kan prima alleen zijn weer. Maar ik heb nog wel af en toe last van intense emoties. En ik vind het nog steeds af en toe wel lastig om daarmee om te gaan. Maar gelukkig heb ik daar redelijk mee om leren gaan, denk ik. En kan ik mijn leven nu eigenlijk, denk ik, vrij normaal noemen. Normaal is een groot woord. Maar, en normaal, wat is normaal? Maar uiteindelijk denk ik dat, en dat is ook iets wat ik mensen die ik ondersteun vaak ook mee wil geven. Uiteindelijk denk ik dat het in ieder geval, als ik naar mijn eigen verhaal kijk, goed mogelijk is om
met emoties om te leren gaan. Ja, en een normaal leven te leven. Ik heb een relatie, ik heb een baan, ik ben aan het studeren. Af en toe heb ik het gevoel dat er behoorlijk wat jaren voorbij gegaan zijn. En daarin heb ik met een hele hoop dingen moeten leren omgaan. Maar ja, voor mij is het wel in ieder geval daar een stuk beter op geworden. En er zijn een hoop dingen niet altijd gegaan zoals ik hoopte. Hulp die, ik heb me niet altijd gehoord gevoeld, niet altijd geholpen gevoeld. Ik wist niet zo goed hoe ik hulp moest vragen. Maar uiteindelijk heb ik dat wel geleerd. En ik denk wel dat dat uiteindelijk is wat geholpen heeft. Volgens mij was dat het wel. Als er vragen zijn, dan kan je die gewoon stellen. Ik zal ook even kijken of ik hier en daar nog wat in kan haken op de presentatie. Is dat duidelijk wel? Ja, dankjewel. En val inderdaad gewoon in en vul aan waar je kan en waar nodig. Gaan we wat meer in op de borderline persoonlijkheidsstoornis. En daar zijn behoorlijk wat misvattingen over. Iedereen heeft een idee over de borderline persoonlijkheidsstoornis. Heeft er een beeld bij waarbij vaak gedacht wordt dat borderline patiënten manipulatief zijn, ongemotiveerd, onbehandelbaar. En als ze dan in behandeling komen of als je ze in je naaste omgeving hebt, dat je voorzichtig moet zijn, dat ze niet uit balans kunnen worden gebracht, anders de dam breekt en dat ze geen verandering aan kunnen. Het is natuurlijk heel naar dat deze misvattingen bestaan. En vooral als je zo met iemand omgaat op basis van wat jij denkt dat er aan de hand is. En wat we vaak zien is dat dat komt door een gebrek aan kennis. En dat het helpt om te weten waar de stoornis vandaan komt, waarom iemand doet wat hij doet. En dat je zo wat meer iemand leert begrijpen en ook snapt waar het vandaan komt. Dus ik hoop ook in deze voorlichtingsbijeenkomst eventuele misvattingen die er zijn weg te kunnen nemen door jullie kennis te vergroten over de borderline persoonlijkheidsstoornis. Hoe wordt de stoornis gesteld met behulp van de SCID 5P? We zijn in de GGZ nogal geneigd om afkortingen te gebruiken. Dit is de SCID 5P is een interview. Een diagnostisch interview wat wordt gebruikt om persoonlijkheidskenmerken uit te vragen. Dus alle persoonlijkheidsstoornissen komen daarin voor. En ook de kenmerken die daarbij horen. En dan wordt gekeken per vraag of er sprake is van een patroon van 5 jaar. Dus of het 5 jaar bestaat dat iemand dat gedrag vertoont. Omdat je dan kunt spreken van dat het in de persoonlijkheid zit. En dat het iets van jou is geworden. Een gedragspatroon van jou. En ook wordt gekeken of het dus op meerdere gebieden aanwezig is. Dus zowel op werk, als op school, als in je sociale omgeving, als in relaties, als in het gezin en de familie. Dus er wordt echt breed gekeken of het op meerdere gebieden aanwezig is. De borderline persoonlijkheidsstoornis heeft 9 kenmerken. En op het moment dat je er aan 5 van de 9 voldoet, heb je voldoende criteria om te spreken van een borderline persoonlijkheidsstoornis. Wat dus ook betekent dat het bij iedereen anders tot uiting komt. En er heel veel variaties mogelijk zijn in de borderline persoonlijkheidsstoornis. Wat we zien is dat er sprake is van een instabiliteit in affect. Een instabiliteit in zelfbeeld. Intermenselijke relaties. Sprake van impulsiviteit. Automutilatie, oftewel zelfbeschadigend gedrag. En of suicidaliteit. En dat alles beginnend in de vroege volwassenheid. We gaan ze even langslopen. Het affect gaat dus over problemen in het beheersen van emoties. Oh ja, graag. Als je voorbeelden hebt. Ik kan er wel een voorbeeld van. Kan je naar de volgende slide gaan? Dan kan ik even ingaan. Ik ben daar niet zo uitgebreid op ingegaan net. Voor mij ik had vooral last van inderdaad een instabiel zelfbeeld en daarmee affect is misschien een lastig woord. Maar op het moment, ik vond mezelf niet leuk, ik was heel onzeker. En ik voelde me eigenlijk, omdat ik eigenlijk zoveel had gedaan, studie, werk, alles. En dat eigenlijk allemaal in het water was gevallen. Zoiets van
ik weet niet wat ik nog waard ben. Ik weet niet wat mijn leven nog waard is. Maar dat had ook heel veel effect tegelijk op mijn relaties met anderen. Ik heb eigenlijk altijd wel vrij goede relaties en vriendschappen gehad. Maar op het moment dat mijn zelfbeeld dusdanig laag werd, begonnen andere mensen om mij heen ook te zien van ja, oké, je vindt jezelf niet leuk en je beschadigt jezelf en weet eigenlijk niet zo goed wat we daarmee moeten. En dat zorgt eigenlijk voor een soort neerwaartse spiraal, ook in mijn contacten. In hoe ik mezelf waardeerde, hoe ik anderen waardeerde. Soms had ik ook het gevoel van, ze vinden me niet meer leuk omdat ik niet een leuk persoon ben. En eigenlijk kwam daardoor ook dat ik sneller boos werd op andere mensen of dat ik me afgewezen voelde. Vooral omdat ik mezelf eigenlijk niet waardeerde. Ik was niet super impulsief. Ondanks dat je op het moment dat je dissociaties hebt af en toe wel dingen kan doen waar je niet, uiteindelijk niet achter staat. Suicidaliteit en automutilatie was bij mij eigenlijk verbonden aan mijn zelfbeeld. Ik ben niet leuk genoeg, ik mag er niet zijn. Ik voel niks of ik wil iets voelen en hoe moet ik dat nog doen? Ik heb eigenlijk geen idee hoe ik daarmee om moet gaan. En daar had ik eigenlijk vrij onhandige copingmechanismes voor gevonden. Zoals je dat eigenlijk wel noemt. En inderdaad, als je het over de vroege volwassenheid hebt, dat klopt in mijn geval denk ik ook wel. Dus dat heeft ter aanvulling, even ter voorbeeld van hoe dat kan samenhangen. Ja, dank je. En ook mooi hoe je het inderdaad allemaal met elkaar verweeft. Zo. Dat het allemaal inderdaad met elkaar te maken heeft en invloed heeft op elkaar. En inderdaad, affect is een lastig woord. Het gaat vooral over emoties. Dus problemen in het beheersen van emoties. Dus het kan zijn dat je het gevoel hebt dat je als het ware van 0 naar 100 schiet in een paar seconden. Dat je last hebt van stemmingswisselingen, gevoelens van leegte, een hondgevoel, een eenzaam gevoel. Die soms ook opgevuld wordt of geprobeerd opgevuld te worden door dingen te doen. Ook heftige gevoelens, dus overweldigende emoties. En die kunnen dan weer leiden tot automutilatie, zelfbeschadigend gedrag. In elke vorm, dus dat kan zijn krabben, krassen, snijden, haren trekken, branden. Het kan werkelijk van alles zijn. En onder suicidaliteit verstaan we dus zowel gedachten als gedrag. Dus gedachten over zelfdoding als dragingen daartoe. Ook gevoelens van wanhoop, jaloezie, boosheid, angst en depressie komen vaak voor. En er sprake van stemmingsafhankelijk. Dus vanuit wat je voelt, doe je dingen. En dat kan dus ook impulsief zijn op dat moment, omdat je je zo voelt. Dan op het gebied van zelfbeeld en zelfgevoel. Er is sprake van een, ja, zo noemen we dat, een identiteitsstoornis. Het niet goed weten wie je bent, wat je wil, wat je leuk vindt, wat je mooi vindt. Waardoor het kan zijn dat je met verschillende mensen anders bent. Dus je eigenlijk niet zo goed weet wie je zelf bent. Waardoor het dus ook kan komen dat je heel erg wisselt in je doelen, in carrière, in je vrienden, in seksuele geaardheid, in religie. Dus dat je eigenlijk op zoek bent naar wie ben ik nou door die dingen af te wisselen. En door dus te zoeken naar wat past bij jou. Gebied van zelfbeeld. Zijn vaak gevoelens van waardeloosheid komen naar boven. En je kan jezelf zien als slecht, hulpeloos, eenzaam, kwetsbaar. Zelfhaat kan er ook nog bij komen. En het gevoel hebben om jezelf te moeten straffen. Dan intermenselijke relaties, dus eigenlijk relaties tussen mensen. Daar kunnen behoorlijk wat pieken en dalen in zitten. Dus het ene moment kan iemand heel erg geweldig zijn. Precies wat je wilde en het andere moment kan je iemand gaan devalueren. Oftewel is diegene het helemaal niet meer. Moeite om alleen te zijn en ook een intense angst om verlaten te worden. En vanuit die angst kan men ook dingen gaan doen zoals iemand smeken om bij ze te blijven. Of juist gaan dreigen om iemand bij zich te houden. En ook in combinatie met het affectprobleem wat we net hebben besproken, kan het dus ook zijn dat op een hele kleine gebeurtenis heel erg heftig gereageerd wordt. Zijn er tot nu toe vragen trouwens? Zie je niet. Dan op het gebied van impulsiviteit. Denk aan woedeaanvallen, suïcidepogingen, zelfbeschadigende gedrag, maar ook onbeheerst eten, dus eetbuien. Alcohol- en drugsmisbruik,
kunnen vanuit impulsiviteit gedaan worden. Ook roekeloos gedrag, hard auto rijden, de grenzen daarin opzoeken, door rood rijden. In seksueel gedrag, grensoverschrijdend seksueel gedrag of onveilige seks kan ook. En veel geld uitgeven kan een impulsief gedraging zijn. En met veel geld, dat is dan ook echt veel, dus waardoor je ook in de problemen kan komen. En als laatste is er sprake van een beperkte stressbestendigheid. De ervaringsdeskundigen zeiden er net ook al wat over. Dat bij hoge stress kan je dus gaan terugtrekken. Kan je gaan isoleren, maar kan je ook gaan dissociëren. Dus hou jezelf eigenlijk weg van de werkelijkheid. En kunnen er dus ook vervormingen in de waarneming. Daar kan je dan last van hebben. Maar ook kan bij hoge stress impulsieve gedrag toenemen. En ook hele hoge gevoelens van wantrouwen kunnen dan opkomen. En de gevolgen, ik zei het in het begin al, op meerdere terreinen, dus zowel persoonlijk gebied als sociaal gebied als maatschappelijk gebied, daar krijg je last van en daar kom je in de problemen. Nou, hoe vaak komt het voor? De borderline persoonlijkheidsstoornis komt in 1,1% tot 1,7% van de algemene bevolking voor. Dat is 160.000 tot 200. Ik zie dat andere stukje niet, want daar zitten mijn mensen voor. Maar in ieder geval in zoveel procent van de algemene bevolking. En alle persoonlijkheidsstoornissen, alles die binnen de SCID 5P gesteld kunnen worden, komt in 13,5% van de algemene bevolking voor, dus ruim 2 miljoen. En in 60,4% van de psychiatrische patiënten die kans met een persoonlijkheidsstoornis. En wat we ook vaak zien is dat verschillende persoonlijkheidsstoornissen naast elkaar kunnen bestaan. Dus iemand kan meerdere persoonlijkheidsstoornissen hebben, maar het kan ook zo zijn dat iemand niet voldoet aan één persoonlijkheidsstoornis, maar verschillende kenmerken heeft van verschillende persoonlijkheidsstoornissen. En dan is er een soort combinatie persoonlijkheidsstoornis wordt dan gesteld. Bijvoorbeeld dat iemand twee kenmerken heeft van een vermijdende persoonlijkheid, twee van een dwangmatige en twee van een borderline persoonlijkheidsstoornis. Ook gaat een persoonlijkheidsstoornis vaak gepaard met een andere psychiatrische stoornis. Maar we spreken dan van comorbiditeit. Het gaat vaak samen met een depressie of met ADHD. Ook met middelenmisbruik komt het vaak voor. Nou, hoe ontstaat het? We spreken eigenlijk van nature en nurture, oftewel genetische kwetsbaarheid als de omgevingsfactoren, de rol van de omgeving. En de ervaringsdeskundige noemde het net ook al, trauma speelt daarin ook een rol. In het begin had ik het over een knik in de ontwikkeling van je persoonlijkheid. Dat kan dus komen door trauma, traumatische gebeurtenis. Nou, ik heb een ingewikkeld plaatje waarmee ik het wel wat duidelijker probeer te maken. Ik noemde net nature en nurture, terwijl de genetische kwetsbaarheid als de omgeving. En hier is de biosociale theorie uitgebeeld. Dus bio, het stukje genetica, en sociaal, het stukje omgeving, de nurture. Even kijken of ik het kan laten zien met mijn muis. De spanning is afgezet tegen de tijd. En het idee is dat iedereen wakker wordt met een basislevel van spanning. Dus we hebben het nu over de mensen zonder emotionele kwetsbaarheid. Die worden ongeveer met een basisspanning hier zo wakker. Iedereen wordt wakker met een basisspanning. Ik ken nog niemand die volledig uitgerust wakker wordt. Maar stel je wordt wakker en je merkt dat je wekker niet is afgegaan. Je kijkt op je klok en je ziet dat het al veel te laat is. En je dus hebt verslapen. Nou, dan schiet je spanning omhoog. En je bent op je telefoon aan het kijken of die wekker wel is afgegaan. Of je hem wel had gezet, hoe laat het is. Dat je je bus al niet meer gaat halen. Waardoor dus de spanning stijgt. En op een gegeven moment bedenk je dan, oké, het heeft geen zin. Ik had me nu beter eerst klaar gaan maken en dan bedenken hoe laat ik op werk aankom. Of op mijn afspraak. Nou, dan zakt de spanning dus weer naar basisniveau. En vervolgens sta je bijvoorbeeld bij de bus. En de bus komt en je stapt in de bus en je kunt je OV-chipkaart niet vinden. En de mensen in de bus zijn op je aan het wachten, die buschauffeur is aan het wachten en de mensen achter je in de rij ook.
Nou, hup, je spanning stijgt. Tot die buschauffeur bijvoorbeeld zegt, nou, ga maar zitten. En je spanning zakt weer. Nou, dat is een beetje hoe het gaat. Dus op het moment dat het spanningsvol is, stijgt je spanning. En op een gegeven moment bedenk je dan wat je het beste kan doen. Of komt er een oplossing. En dan daalt de spanning weer. En zo gaat je dag voorbij. Mensen met een emotionele kwetsbaarheid. En dus mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Hebben al een hogere basisspanning. Dus die zitten ongeveer al hier als ze wakker worden. En wat we zien is dat de spanning ook hoger stijgt, dus er is sprake van een intensere emotie. En dat deze langzamer zakt. Ervaringsdeskundige, je mag erin komen hoor. Onderbreek me maar. Dat is goed. Ik dacht, ik geef even een klein voorbeeld. Want ik denk dat zowel in de tijd dat ik veel behandeling was, eigenlijk het idee had dat ik heel ziek was. Als nu eigenlijk het nog steeds wel ergens tussenin hangt, tussen waar je zegt voor je in het begin, was het bij mij vooral dat ik opstond en dat ik dacht van, oh nee, het is vandaag een dag en oh, hoe ga ik dat overleven? En 's avonds is het nog erger. En dus ik stond eigenlijk al op met het idee van, jeetje, dit wordt een hele moeilijke dag en ik ben alleen en ik weet niet hoe ik moet doen, dus ik moet nu een planning maken. En nou ja, met elk klein dingetje wat er bovenop komt, stel ik pakte de bus en er ging iets mis, dan dacht ik, oh nee, het gaat allemaal mis. En het tweede dingetje wat gebeurde, daar dacht ik van, oh, zie je wel, die vriendin, die antwoordt ook al niet. Dus de buschauffeur en de vriendin, wat kan er nou nog allemaal misgaan op een moment? En het volgende dingetje stapelt er dan weer bovenop en er bovenop. En dan stijgt elke keer stijgt je emotie wel een stukje, maar eigenlijk is je angstlevel zo hoog, dat was bij mij zo, dat ik eigenlijk niet zo goed meer kon relativeren wat nou met elkaar in verband stond en wat niet. En ik heb wel in de tijd dat ik crisisvaardigheden leerde, zoals eigenlijk jij, zoals jij eigenlijk ook aangeeft in de bovenstreek, liet ik dat wel weer dalen. Dus dan zei ik van, dan dacht ik, nou, mindfulness oefening. En dan zakte het op dat moment wel weer even. Maar het steeg ook weer heel snel, want ik kon uiteindelijk niet relativeren wat daadwerkelijk de oorzaak was. Ben je er nog, Anousha? Volgens mij is de verbinding even weg. Dan praat ik. Zeker, ja. Ja, oké. Okay. En nu is het in principe zitten denk ik ergens tussenin. Het is nog steeds wel zo dat ik 's ochtends makkelijker chagrijnig ben. En dat ik 's ochtends op het moment dat er 3 dingen misgaan nog steeds denk, oh jee, wat gaat het voor dag worden? En ik wil presteren, dus ik wil graag mijn werk doen en ik wil mijn studie doen. En het moet wel allemaal lopen zoals ik hoop dat het loopt. En ik kan nu veel beter relativeren dat dingen niet aan elkaar verbonden zijn. Maar het is nog steeds wel zo als er 4, 5 dingen in de ochtend misgaan dat ik denk van, oh jee. Ik krijg straks hoofdpijn. Ik krijg sneller hoofdpijn dan de meeste mensen omdat ik wat sneller stress heb. En ik denk, oh, ik krijg straks hoofdpijn. Maar als ik hoofdpijn heb, dan kan ik straks niet presteren. En als ik niet kan presteren, dan loopt mijn dag niet goed. En als ik mijn dag niet goed loopt, dan loopt de volgende dag misschien ook niet goed. Dus ik ben wel, denk ik, wat vaker dan gemiddeld bezig om mezelf weer te kalmeren. Om tegen mezelf te zeggen, nee, het is niet het einde van de wereld. Op het moment dat deze 3 uur niet perfect zijn. Het komt allemaal wel weer, alleen het is wel dat emoties allemaal wat sneller oplopen en vooral in de avond. Dat ik wel moet opletten van, nou ja, oké, ik ben nu moe. Ik weet dat ik sneller emotioneel ben. Op het moment dat ik een film kijk en ik huil erom, is het niet erg. Ik weet dat het in de ochtend beter is dan in de avond. En als het in de avond heel erg oploopt, dat ik eventueel iets van medicatie neem. Dat kan ik allemaal nu vrij goed plaatsen en de volgende dag is dan gewoon weer de volgende dag. Maar zakt, niet zoals in de tweede grafiek, het zakt niet tot het nulpunt als het eenmaal aan het oplopen is. Of iets, of in ieder geval de rode lijn. Ja, precies, dank. En inderdaad, dan zeg je eigenlijk ook al heel mooi, hè? Die emotionele kwetsbaarheid die blijft. Maar je weet er beter mee om te gaan. Door inderdaad bewust te zijn van dat het gebeurt, dat hoe je denkt, dat de spanning oploopt. En dan zie je dus ook meteen dat het stukje biologie is, dus echt iets van jou. Waar je inderdaad beter mee om leert gaan. Maar inderdaad, je ziet dus ook dat het niet zakt naar het nulpunt, voordat dus al het volgende begint. Dus de kwetsbaarheid zit hem en in dat emoties sneller stijgen, langer aanhouden en minder snel weer zakken. Dus de lijn is nog niet daar voordat het volgende gebeurt. En wat je dan ziet inderdaad is dat het elke keer zo oploopt totdat het dus het plafond bereikt, als het ware. En dan dus iets nodig is om echt die spanning naar beneden te krijgen
En vaak is dat het moment dat impulsief gedrag vertoond wordt. Dus zelfbeschadiging om die spanning naar beneden te krijgen. En dat werkt ook echt heel goed. Dat is ook het vervelende. Het werkt zo goed en zo snel dat het ook lastig is in het begin om dat gedrag te veranderen. Om iets anders te kiezen wat minder snel werkt en minder goed werkt, maar uiteindelijk wel beter is. Dus dat is heel lastig. En dat is een stukje bio in de biosociale theorie. En het sociale stukje zit hem dan met name in het verschil. Dus op het moment dat iemand zonder kwetsbaarheid bij de eerste hobbeltjes zit, en iemand anders daar, dan begrijp je ook gewoon niet dat iemand zo reageert op zoiets kleins. Want het kan hier dus zijn dat iemand gewoon vraagt, goh, hoe was je dag? En dat iemand daar dus vol overheen gaat, terwijl jij niet weet dat die spanning al de hele tijd aan het opbouwen is. En kan je dus behoorlijk wat over je heen krijgen. Waarvan jij denkt, doe eens even normaal. Zo erg is het toch niet? Stel je niet zo aan, hè? Dat soort dingetjes, omdat jij niet begrijpt dat iemand zo heftig reageert op iets waar jij zo oké mee om kan gaan. Of waar jij niet zo erg last van hebt als een ander. En dat zorgt voor een stukje invalidatie. Dus het niet onderkennen, het niet erkennen van dat iemand zo hoog in een emotie zit. Wat erg begrijpelijk is, omdat je daar zelf ook niet zit. Maar het kan er wel voor zorgen dat een ander, dus iemand met die kwetsbaarheid, iemand met een borderline persoonlijkheidsstoornis, gaat twijfelen aan zijn eigen gevoel. Gaat twijfelen aan, mag ik me dan zo voelen? Ik hoor me anders te voelen. Ik moet blijkbaar anders doen. En uiteindelijk ook tegen zichzelf gaat zeggen, van, dit is niet hoe je je moet voelen. Stel je nou niet zo aan. Het is echt wel goed. Zo erg is het niet. En daarmee dus eigenlijk zichzelf en zijn of haar gevoel minder serieus neemt. Dus dat is een stukje sociaal. En die twee zijn eigenlijk constant in een soort wisselwerking met elkaar. Dus het individu reageert op een bepaalde manier of wil een boodschap overbrengen. En de omgeving pakt die niet op omdat die ofwel niet aankomt of het niet adequaat wordt gezegd. Waardoor het individu dus steeds meer probeert om die boodschap duidelijk te maken. En dus steeds harder zijn best gaat doen om die boodschap duidelijk te maken. Terwijl de spanning dus ondertussen stijgt, zoals in die grafiek. En dan kan het dus zijn, zoals de ervaringsdeskundige net ook zei, dat op een gegeven moment crisisgedrag getoond gaat worden. En dat ervoor zorgt dat je de aandacht krijgt die je in eerste instantie al vroeg, maar die je niet kreeg. En dat daardoor dus ook crisisgedrag onbedoeld beloond wordt. Omdat daar wel de aandacht en de hulp op bij komt die iemand eerder al vroeg. Nou, er staan allemaal groene dingetjes bij. Ik ben zelf DGT geschoold, dus ik ga al een stukje hierover zeggen. Op basis van deze grafiek. Het idee is dat we proberen als de lijn stijgt, om dan dus de mindfulnessvaardigheden in te zetten. Dus dan om te leren observeren dat die spanning bij jezelf stijgt. Dat je iets ervaart en wat je daar dus mee kan doen. Je kunt dan dus bijvoorbeeld je intermenselijke vaardigheden inzetten. Dus vragen om hulp op een adequate manier. Of inderdaad een mindfulness oefening doen om de spanning te doen laten zakken. Tussendoor dus hier in de bergjes de emotieregulatievaardigheden. Dus erkennen welke emotie je voelt, wat je daarmee kan, wat helpend is op dat moment en hoe je eventueel die emotionele reactie kan veranderen. En hier in de piek proberen we de crisisvaardigheden in te zetten. Dus andere vaardigheden om de spanning te doen laten zakken op dat moment, of vaardigheden die je aanleren om deze piek uit te zitten, zodat je ook merkt dat de spanning ook wel weer daalt. Dat het heel erg naar is en dat het heel erg lang duurt, maar dat die ook wel weer daalt en dat je dus niet daar overheen gaat. En in de DGT richten we ons dus op verandering en acceptatie. Het accepteren van dat je bent wie je bent, dat je een kwetsbaarheid hebt, maar ook tegelijkertijd dat je dus leert om ander gedrag te vertonen. Effectiever te zijn op momenten. Triggers voor borderline gedrag. Ja, ik hou zelf dus niet zo erg van het woord. Maar ik wist even niet hoe ik het anders moest omschrijven. Vandaar dat hij tussen aanhalingstekens staat. Maar eigenlijk triggers om de spanning te doen laten oplopen. Met als gevolg eventueel de impulsieve gedragingen. Zijn hier trouwens nog vragen over de biosociale theorie? Want dat is wel een
Het is een lastig plaatje en een heel verhaal erbij. De interactie misschien tussen omgeving en individu. Ik denk dat het wel belangrijk bij deze is om te zeggen dat er dus geen schuld is ook. Dus het is niet dat de omgeving iets fout doet of schuldig is aan het niet reageren. Ervaringsdeskundige, kan jij misschien nog wat vertellen, want Anusha heeft last van internetproblemen. Ja, dat is goed. Even aanhakend op Anusha haar verhaal. Het is inderdaad vaak niet zo dat de omgeving schuldig is aan verkeerd reageren. Het kan heel lastig zijn om op het moment dat je jezelf heel rot voelt over jezelf, dan is het makkelijker om te horen in iets wat een ander tegen je zegt, dat iemand het naar bedoelt of... op het moment dat iemand iets aardigs tegen je zegt, dat je denkt van dat zal wel niet kloppen. Of iemand zal het alleen maar proberen te zeggen, omdat diegene probeert me goed te voelen over mezelf, maar ik geloof het niet. Dat het kan best wel heel lastig zijn voor de omgeving om zijn om te reageren. Dat wil niet zeggen dat er geen dingen zijn die handiger zijn of minder handig zijn om te doen. En het wil ook niet zeggen dat een vroege jeugd of... een omgeving er niet voor kan zorgen dat je problematiek erger wordt. Wat mij heel erg geholpen heeft in het verleden is eigenlijk dat mensen me naar mijn idee redelijk normaal bleven benaderen. Dus ook als ik me rot voelde, dan zeiden mensen eigenlijk achteraf, het was even een vervelend moment, maar we gaan gewoon weer verder. Gewoon eigenlijk dingen blijven ondernemen samen. En niet te veel, voor zover dat kon, niet te veel mij benaderen alsof ik ziek was. Want ik voelde heel goed dat het niet goed met mij ging. En het hielp mij op dat moment niet zo goed om, hoe zeg ik dat, om medelijden te krijgen. Dus dat hielp voor mij eigenlijk wel vrij goed. Wat me ook heel erg hielp is dat er best wel wat vrienden zijn geweest. Los van het feit dat ik best wel veel mensen ben kwijtgeraakt, hielp het me wel dat er best wel ook wel een aantal mensen gewoon wel mij bleven zien. Of in ieder geval wat op een wat lager pitje, maar dat ik wel uitgenodigd bleef worden bijvoorbeeld. En dat ik er zelf voor kon kiezen op het moment dat ik niet lekker in mijn vel zat, dat ik niet kwam. Dat ik ook uitlegde waarom. En op het moment dat het wel goed ging, dat ik er gewoon bij mocht zijn. Dat heeft mij wel erg geholpen. En ook achteraf in mijn herstel heeft dat heel erg geholpen. Dat meiden van mijn studie nog steeds eigenlijk zien. En dat ze tegen mij zeiden van, ja, we weten dat het op dat moment niet zo goed met je ging. Maar we hebben je eigenlijk gekend voordat het heel slecht met je ging. En we zagen dat je op dat moment gewoon heel slecht in je vel zat. Maar je bent voor ons niet een ander persoon, omdat ik mezelf wel een heel ander persoon. Dat zijn dingen die mij wel heel erg geholpen hebben. Anusha, ben jij inmiddels alweer terug? Nee, ze is nu helemaal eruit. Oké. Haar telefoonnummer. Misschien kan iemand haar even bellen. Misschien, maar heb jij de PowerPoint gekregen? Ah, dat is zo. Ja. Ja, oké. Oh, ik viel ineens weg. Ja. Nee, je bent er gelukkig weer. Kijken, is de PowerPoint nog te zien? Nee. Ik heb even een klein stukje aangevuld over je... over relaties en... Dank. Jammer te zien. Weg was.
Dit krijg je dan, hè, met webinars. Is hij weer te zien? Ja? Oké. Okay. Ja. Nou, triggers dus voor, tenminste voor spanning verhogende, triggers om de spanning te verhogen met daar als gevolg ritueel impulsief gedrag. Kan dus zijn onvoorspelbaarheid, dat iemand het ene moment op een bepaalde manier reageert en het andere moment heel erg anders. Dat zorgt voor onvoorspelbaarheid en dus voor dat de spanning verhoogt. Hetzelfde geldt voor onduidelijkheid, inconsequentheid, maar ook kritiek, ook al is die goed bedoeld, dan kan het alsnog ervoor zorgen dat iemand met het zelfgevoel en het zelfbeeld wat we eerder hebben besproken, dat zorgt voor spanning, dat het zorgt voor meer spanning bij iemand. Datzelfde geldt voor dreigende verlating op het idee niet serieus genomen te worden. En dat zei de ervaringsdeskundige net ook al, dat ze daar last van had. En dat van alles met haar deed ook. Heb jij nog aanvullingen hierop? Niet zo zeer, behalve dat destructief gedrag ook vrij bewust ingezet kan worden. Het hoeft niet alleen impulsief te zijn. Je zei het net eigenlijk ook al. Maar het gedrag wat jij eerder dus besprak als impulsief, ik geloof bij zelfbeschadigend gedrag, et cetera. Dat kan impulsief zijn, maar het kan ook zijn dat je het inzet om te voorkomen dat er bijvoorbeeld iets ergers gebeurt, of dat je denkt, ik kan dit echt niet meer aan, ik kan het gewoon echt niet meer, ik kan dit niet meer. Mm. En dat je dan bewust dingen inzet waarvan je later denkt, dat is misschien niet zo handig. Maar het verschil met impulsief gedrag is eigenlijk, bij impulsief gedrag zet je meestal niet heel bewust iets in, maar zet je iets in een impuls. En op het moment destructief gedrag waar je later niet achter staat, of waarvan je misschien jaren later denkt, dit had ik wel even anders kunnen doen. Dat is op dat moment, kan je dat ook bewust inzetten, omdat je gewoon echt niet anders weet wat je moet doen. Of anders het idee hebt dat het nooit meer, dat hetgeen wat je denkt nodig te hebben, dat niet gaat gebeuren anders. Dus dat... Ja, dank. Wat doet het nou met iemand anders? Je kan het gevoel hebben compleet buitenspel gezet te worden. Omdat iemand er zo reageert en je daar eigenlijk heel lastig weer contact mee krijgt, omdat die spanning ook al zo hoog is. Dus van onmacht om de ander te bereiken, er niet uitkomen in een gesprek. Maar je kan je ook overvallen worden door die heftige emoties, door die laag die je over jezelf heen krijgt, waarvan jij niet weet waar die vandaan komt. Maar je kan ook schrikken van je eigen negatieve gevoelens naar een ander toe. Dan een stapje naar de behandelmogelijkheden. Er zijn drie behandelmogelijkheden die effectief zijn gebleken. De dialectische gedragstherapie, daar zei ik net al wat over. Schema-focustherapie en mentaliserende bevorderende therapie, MBT. Alle drie zijn dus effectief. En er loopt nu toevallig een onderzoek, het Boots-onderzoek, waarin de dialectische gedragstherapie en de schematherapie met elkaar worden vergeleken. Nu is het namelijk vaak zo dat mensen die zich suicidaal uiten, waar sprake van is van meerdere pogingen tot suïcide en zelfbeschadigend gedrag, die komen voornamelijk nu in de dialectische gedragstherapie. En bij mensen bij wie dat minder aan de hand is, die komen vaak in de schematherapie. En nu wordt met het Boots-onderzoek gekeken of die indicatie klopt. Of dat bepaalde patiënten beter bij de schematherapie passen dan bij de dialectische gedragstherapie, en welke kenmerken dan dat kunnen voorspellen. En de ervaringsdeskundige zei het net ook al, op een gegeven moment is de behandeling geslaagd en voldoet iemand dus niet meer, of kan iemand niet meer voldoen aan de borderline persoonlijkheidsstoornis. Want opnieuw wordt er dan gekeken naar een periode van 5 jaar en de gedragingen daarin. Het kan dus zijn dat je niet meer voldoet aan de criteria. Dat betekent niet dat er geen kwetsbaarheid meer is. Dus er is altijd een kwetsbaarheid, die emotionele kwetsbaarheid waar we het ook al eerder over hebben gehad, die blijft bestaan. Alleen voldoe je dan niet meer aan de term en aan de criteria borderline persoonlijkheidsstoornis.
nou, belangrijke punten in de omgang, het begrijpen van het gedrag. Daar ben ik natuurlijk mijn verhaal een beetje mee begonnen. En ik hoop dat het wat duidelijker is geworden, ook waar bepaald gedrag vandaan komt. En ook dus het erkennen van de emotionele kwetsbaarheid. Waardoor het gedrag daar is, hoe het oploopt. En dat iemand het dus ook zelf niet door kan hebben dat het zo opgelopen is. En dat jij dus eigenlijk soms de druppel kan zijn van de emmer die je, nou ja, waar je nooit van wist. Belangrijk is ook om je grenzen duidelijk te hebben, om de grenzen binnen de relatie duidelijk te hebben. Maar om ook de verantwoordelijkheid terug te leggen. Dus om niet dingen over te nemen van iemand, maar iemand zijn eigen regie te laten nemen. En ja, waarmee dus ook weer dat invaliderende eruit haalt. Dus op het moment dat je iemand verantwoordelijk laat zijn voor zijn of haar eigen gedrag en zijn of haar eigen doen en laten, dan valideer je iemand ook. Dan, nou ja, dat komt ook weer terug op de biosociale theorie. Consequent zijn is belangrijk. Eventueel nemen van een time-out als dat nodig is. Als de spanning zo hoog oploopt, kan het nodig zijn om een time-out te nemen om daarna weer verder te vervolgen. En gezinsbegeleiding kan systeemgesprekken kunnen helpen. Omdat daar dan openlijk gesproken kan worden over ieders behoeften en waar de knelpunten zitten. Aandachtspunten zijn dus om te bemoedigen en te steunen. En eigenlijk niet in adviezen te vervallen, maar eigenlijk er gewoon voor iemand te zijn en weer naast iemand te gaan staan. In plaats van tegenover iemand. En opnieuw het valideren. Dus het erkennen, onderkennen van dat is wat is. En ik heb neergezet, valideer het waarom, ook al ben je het niet eens met het wat. Dus je kan dan snappen waarom iemand doet wat hij doet, al ben je het niet eens met wat iemand dan doet. Dus bijvoorbeeld, ik snap dat je boos bent en tegelijkertijd vind ik het niet fijn als je tegen me begint te schreeuwen. Dus dan valideer je het gevoel, maar ben je niet eens met wat iemand doet. Nou, geen ingewikkelde gesprekken voeren als de spanning zo hoog is, dat werkt simpelweg gewoon niet. Dat maakt het vaak alleen maar erger. Dus het helpt om de spanning eerst naar beneden te krijgen om vervolgens het gesprek aan te gaan met iemand. Nou, zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Komt weer terug op duidelijkheid en consequent zijn. CSP doornemen, oftewel het crisissignaleringsplan. De meeste mensen die in de GGZ zijn, die hebben een crisissignaleringsplan. En daar wordt eigenlijk heel erg gefaseerd neergezet in fase groen, oranje en rood. Fase groen, daarin is iemand oké, daarin gaat het goed. Fase oranje is een beetje dat wankelpunt waar iemand al dingen laat liggen of dingen doet, bepaalde gedragingen die tot de crisis kunnen leiden. En dan, daar staat dus heel duidelijk in wat signalen kunnen zijn, wat iemand wel en niet kan doen. Wat dus denk ik ook heel erg helpt in het omgaan met anderen. Zodat je ook precies weet wat wel en wat niet en wat helpt en wat niet. Nou, en tot slot, geen Nivea, doe een LSD en laat je oma thuis. Oftewel, probeer niet in te vullen voor een ander. Nivea, niet invullen voor een ander. Ga er niet vanuit dat je weet, dat je denkt te weten wat iemand zegt. Of dat je, ga daar niet overheen. Doe dus aan LSD, doe aan luisteren, samenvatten en doorvragen. Zorg dat je iemand echt goed begrijpt voordat je doorgaat. En laat vervolgens je oma thuis, oftewel je opvattingen, meningen en adviezen. En probeer dus opnieuw dus echt naast iemand te gaan staan, en te bemoedigen en te steunen. Heb jij nog aanvullingen, ervaringsdeskundige? Even kijken naar vooral dat consequent zijn. De meeste mensen die ik ken, en ik denk dat dat ook voor mezelf geldt, mijn problematiek is vooral onder andere door trauma ontstaan. Ja, dat kon gebehandeld worden, dus daar kon de basisspanning wel een stuk omlaag. Maar het is ook een deel ontstaan door, nou ja, hoeveel gebeurtenissen in mijn jeugd, veel onduidelijkheid. Eigenlijk instabiele situatie. Dus ik heb van jongs af aan weinig grenzen meegekregen. In tegenstelling tot de meeste mensen die ik heb gesproken, die zeggen van ja, ik heb heel veel grenzen gekregen of ik heb op een hele vervelende manier grenzen doorgekregen. Nee, ik kreeg thuis heel weinig grenzen. Dus ik wist eigenlijk ook als puber en daarna ook als student wist ik eigenlijk niet zo goed wat anderen van me wilden. Was ik constant aan het inschatten van nou, hoe zit nou iets eigenlijk? Hoe zit nou een grens? Hoe zit nou
op het moment en ook daarna in de hulpverlening vond ik het heel lastig. Eén keer, nou ja, bij de ene behandelaar, vooral in de crisiszorg, was dat de ene keer dan kon bepaald gedrag wel en de andere keer niet. Het is vrij redelijk logisch, maar het is wel voor iemand die heel veel behoefte heeft aan duidelijkheid op een moment dat spanning ontzettend hoog is, kunnen eigenlijk alle kleine details, alle kleine onduidelijkheden kunnen een soort spanning veroorzaken, waardoor je denkt, oh, ik weet het echt niet meer. Vooral als je dat vanaf jongs af aan moeilijk vindt om in te schatten. Dus dat is voor mij heel belangrijk geweest, ook in de klinische behandeling achteraf. Eén behandelaar had en een paar vaste therapeuten, waardoor ik echt de structuur en duidelijkheid kreeg, waardoor ik nu wel kan inschatten. Wat belangrijk is, wat niet belangrijk is, hoe bepaalde maatschappelijke grenzen in elkaar zitten en ook vooral hoe ik mijn eigen grenzen kan aangeven. Dat was eigenlijk voor mij het grootste probleem. Van jongs af aan, dat ik eigenlijk niet wist hoe ik mijn eigen lichamelijke grenzen, maar ook andere grenzen moest aangeven, waardoor ik eigenlijk onnodig streng voor mezelf was. Ja. Ja, dat je misschien ook niet weet waar die grenzen liggen. Ja. Ja. Dus nou, vanuit preventie wordt er ook nog een cursus aangeboden, omgaan met borderline. Jullie kunnen daarvoor mailen naar het e-mailadres preventie@rivierlijnen.nl. Of kijken op de agenda. En die staat op www.rivierlijnen.nl/agenda. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van mijn verhaal. De voorlichtingsbijeenkomst. Ik ben benieuwd of er vragen zijn. We zijn tussendoor niet echt gekomen. Geen vragen. Ik zie geen handen omhoog. Oké. Nou, dan... Maar de PowerPoint kan worden opgevraagd bij Lumen. Dus mochten jullie geïnteresseerd zijn, stuur een berichtje aan Lumen. En dan denk ik dat we aan het einde zijn. Ja. Ja, ze staat nu aan. Mag ik nog even? Maarten? Je microfoon staat nu aan. Ja. Nou, dankjewel jullie allebei voor de uitgebreide voorlichting. Ik wilde nog even vragen bij de evaluatie die toegevoegd is om duidelijk aan te geven wat je woonplaats en je postcode is. Het is belangrijk voor de evaluatie en de verantwoording naar de gemeente. En als je de PowerPoint wil ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@lumen-hollandrijnland.nl of preventie@rivierduinen.nl. Dan kunnen jullie de PowerPoint ontvangen. En dan wilde ik nog heel even iedereen bedanken voor deze avond en aangeven dat morgenavond, dezelfde tijd, er een voorlichting is over autisme en relaties. Dus alvast heel hartelijk bedankt voor het invullen van de evaluatie. Sprekers, allemaal bedankt. En wie weet tot morgen misschien. Dag.